Zoals beloofd ben ik dus teruggekeerd en deze keer wel succes, want geen tafelkleedje, geen mist en dus wel een prachtig uitzicht van op 1806 meter hoog hier op de Tafelberg. Ria, wij zijn hier natuurlijk al eerder geweest. Je was er ook bij. Toen was het super slecht, heel mistig. Nu is het stralend weer en mooi uitzicht. Hoe komt dat? Ja, Tafelberg is gekend dat hij op een half uur van prachtig kan veranderen naar helemaal bedekt door de wolken. En het komt natuurlijk van de oceanen. En we hebben hier dan de Atlantische en Indische die op elkaar komen. Dus er zijn verschillende temperaturen en dan ja, de lucht die hier opdrukt, dat het dan gewoon mistig en bewolkt raakt, heel snel. Tafelberg heeft natuurlijk heel veel geschiedenis op en is een van de gekendste kenmerken van ons land natuurlijk. Zo vroeger konden schepen die van heel ver zien en die dan geweet goed, wij zijn aan de Kaap. En vandaag is het een van onze nationale parken. Zo die wordt in beschermd en je hebt dan hier heel veel dieren die hier opvoeren. Een paar boksoorten, de kleine clubdassies die jij eens gezien hebt. Je hebt hier ook heel veel plantensoorten, maar dat is dat een speciale soort? Ja, de planten die je hier ziet is wat wij noemen fijnbos. Ik is geen echt plantenkenner, maar ik weet hem wel. Dat in de wereld heb je 7 biomes, noemen we die, van planten. Waarvan fijnbos 1 is. Hij is wel de kleinste biome met de meeste species of ja, soorten van planten. We verlaten Kaapstad en trekken naar het Kaapse wijnland. Dankzij het gunstige klimaat is de vruchtbare grond perfect voor wijnbouw. Stellenbosch werd gesticht in 1679 door Simon van der Stel. Als je aan Zuid-Afrika denkt, denk je naast de natuur en de dieren ook natuurlijk meteen aan wijn. Ik sta hier in Stellenbosch, de grote wijnstreek van Zuid-Afrika. En ook de grote studentenstad. Er studeren hier maar liefst 16.000 mensen. Je kan de wijnstreek natuurlijk zelf verkennen of je kan het doen zoals mij, in stijl. Deze streek staat bekend om rozen, paarden en wijn. En dat heeft heel wat redenen. Dit heeft ook te doen met die goede klimaat. Die paarden aard heel goed hier, dat is baie goed voor die telerij of fokkerij. Hier is nie baie noise pollution nie. Jy sal sien as jy kyk na die weg, daar is omtrent geen verkeer op nie. Hier wordt heel wat wijn geteeld en dat gebeurt allemaal op familiebedrijven. Een van die grootste van deze area is Van Loferen. En wat Van Loferen bekend maakt is ook die hele familietraditie. Dit was die oma en die opa. Maar die oma, as iets in haar leven gebeur, die eerste kind wordt geboren, dan plant sy 'n boom. Die einde van die Tweede Wereldoorlog, dan plant sy 'n boom. So, die hele tuin hierso is 'n boom van geskiedenis. Nou, heel interessant. In die Anglo-Boereoorlog tussen die boere en die Britte was die oorlog gewees van 1899 tot 1902. Nou, reg voor ons is 'n gat in die berg en dan reg aan die bokant is die Engelse fort. So, aan die kant was die Engelse area, aan hierdie kant was die boerse area. So die Engelse het die fort gebouw om die gat in die berg te beskerm, maar dit is strategies die weg naar die andere kant van die berg. Als je niet hier kan leer nie, dan moet je die 7 weke spoort vat, wat 160 kilometer verder is. Na het verkennen van de wijnroute nodigt Rian ons uit voor een typisch Zuid-Afrikaanse braai. Ja, Rian, we gaan hier nu vandaag braaien. Waar kan ik mee aan verwachten? Ja, natuurlijk bij ons een braai is echt deel van onze cultuur. Hè. Dus in België natuurlijk is de cultuur om naar café te gaan. Bij ons gaat niemand bijna naar café, want wij komen thuis en iedereen heeft zo'n kleine café thuis. So ja, een braai is gewoon deel van ons leven. Ja, ik ken die ook als barbecue, maar braai is wel zo altijd op de open vieren. En ja, alles wordt dan daar op de kolen gekookt.
komen ook heel wat opmerkelijke, maar heel toffe gasten tegen. Ik wil een beetje meer weten over die bokken. Ja, heb je deze allemaal zelf geschiet? Allemaal zelf geschiet, ja. Hier is een kudu. En hoeveel keer heb je moeten proberen om deze te schieten? Goeie schut, nee, één keer. Ja? Ja, en dan noem mij One Bullet, Charlie. Nee, only one bullet. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. We zijn net terug van de braai. Het is een beetje laat geworden. Het was enorm leuk. We hebben lekker gegeten, lekker gedronken. We kwamen daaraan en we kenden niemand. En we zijn daar onthaald als oude vrienden. Zuid-Afrikanen zijn eigenlijk gewoon super lieve, enthousiaste en vooral grappige mensen. Het is zeker niet de laatste keer dat ik ga braaien. Slaap wel.